Oké. Hallo en welkom op dit vergeten eiland. Ja, welkom bij Minecraft. We zijn gestart met survival. Wat is dat? Holy! Want ja, het is niet zomaar Minecraft. Dit is Packet Classic. Gewoon wel eventjes een van de series die gekomen is. Ik heb er gewoon heel veel zin in. En deze wat we natuurlijk gaan doen. Boom maken. Serieus, boom maken. Nou. Zoals jullie weten, hou ik echt heel erg veel van Tekkit. Ik ben de laatste tijd heel erg veel mee bezig geweest. Ook gewoon met dingetjes doen en zo, al die shizzle wizzle. Maar niet echt de laatste tijd. Wel voordat mijn laptop helemaal dood was. Voordat die gerepareerd zou worden. Wat uiteindelijk de dood van die laptop betekende. Ik heb nu een nieuwe computer en ik lag nu nog minder met Tekkit. Dus screw it. Ik ga het gewoon doen. Serie. Ongeveer 35 frames per second. Had ik net ook bij een Minecraft informatievideo. Dat de series met reloaden. Nee, met return. Omdat dat dus eigenlijk series zijn die redelijk oud zijn. Of het is een serie die niet meer door kon gaan. Doordat er dus dat ik dus van de computer ben gewisseld. Dus dan is er dus een serie met return. Dat is dus gewoon eigenlijk de nieuwe serie van hetzelfde spel. Of eigenlijk gewoon precies dezelfde serie, alleen dan ja, een beetje. Het kan dan hetzelfde motief zijn. Maar ik denk niet helemaal dat ik. Ik denk niet dat die bloemen bij mij helemaal kloppen. Moet gewoon even goed kijken bij de dingetjes van Tekkit. Ik weet niet waarom niet. Holy shit! Er komen ineens een paar zombies op me af. Oké, ik weet niet helemaal of het nog goed gaat. Wacht even, ik kan het heel goed controleren. Dit heeft namelijk mee te maken dat ik... Nee, als het goed is klopt het niet helemaal. Als het gaat om texture pack. Wacht, M, A, C van Macerator. Nee. Een texture pack klopt niet helemaal precies. Dat fix ik dan nog wel. Dat zou ik echt wel regelen. Maar goed, in het begin hebben we dat onder niet helemaal nodig. In het begin is het gewoon lekker survivalen. Lekker naar diamonds op zoek gaan. En dan uiteindelijk voor de energy condenser. Een glowstone, gaan we nether in. Oh, echt heerlijk. Dit is gewoon eventjes... In het begin is het alleen eventjes normaal Minecraft. En daarna gaan we echt de machinery in. En daar heb ik het meeste zin in. De machines. Rick weet er meer over dan dat ik erover weet. Maar... Ja, ik denk dat met de kennis die ik erover heb, dat het wel goed zal komen. Nee, waarschijnlijk niet, maar... Alles is het proberen waard. Dat zeg ik tenminste heel vaak. Of eens een CSP'er, altijd een CSP'er. Of mezelf. Want er zijn heel veel CSP'ers die gewoon uiteindelijk niet eens meer iets ermee doen. Zoals de 2 op het moment. Want Nick is al terug in CSP. En ik heb al gehoord van Rick dat hij dat helaas vindt. Oh, sugarcanes. Die heb ik wel nodig. Crossbreeden. Kan ik het eigenlijk doen? Op het laatste doe ik dat dan wel. Maar... ik weet niet. Het ligt er een beetje aan of ik voor goudplant en zo wil zorgen. Misschien ik later een keertje bier wil brouwen of zo. En dat ik koffiebonen wil hebben, maar... Nou, fijn. Ik ben al haast om mijn eten heen. Nou. Nou ja, de nieuwe... Die inventory tweaks werken hier natuurlijk niet op. Oeh, ga weg. Oké. Een pickaxe. Ik zeg altijd zo, dus dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. Pickaxe. Dat wil ik zeggen. Nee. Liefst niet. Dat klinkt toch wel redelijk verkeerd.
Nou ja, zo'n geintje. Als je het ziet en als je het hoort, dat klinkt echt helemaal niet verkeerd. Een piekaksel. Misschien een klein beetje. Oké. Daar gaan we niet op concentreren. Laat ik maar gewoon gaan minen en wat stuff gaan meenemen. En mezelf klaarmaken om te vertrekken naar waar ik naartoe wil. Ik bedoel, ik blijf echt niet in dit gebied. Aangezien ik rubber trees nodig heb. Ik wil wel hier wat stuff meenemen, maar... echt hier blijven wonen, dat is niet echt mijn bedoeling. Het. Die. Misschien ook een stenen pickaxe. Als die blaft. Die. Oh, shit. Ik miste nog één enkel dingetje. Dat is een zwaard. Want we kwamen net al twee zombies tegen. En dan wil ik niet weten wat ze nog voor de rest tegen kunnen komen. Oké, de spawn rate in Tekkit. Ik weet dat die redelijk hoog is. Vooral in multiplayer, dat heb ik al gemerkt. En, oh ja, varkens. Oh. Varkens! Spee en varkens. En een appel, jawel. En een sapling. Geweldig. Oeh. De eerste varken dat ik net van die twee had gekild. Die had ik dus blijkbaar al een keertje nagezeten, dat was dus dat ene varken. Want die heb ik wel achterna gezeten. Ik heb er eentje gedaan. Sowieso eentje. Heel even. Ah, hier is nog een varken. Die. Mooi. Maar het is nu tijd om te vertrekken. Dus wij gaan lekker via het bos. En dan ga ik uiteindelijk een soort terrein opzetten. Een soort fabrieksterrein. Als je whistle. Ik ga een hele grote quarry opzetten. Wauw. Mooie zeegeluiden. Ah, ik vind de geluiden hier in Tekkit, ik vind het echt heel erg mooi. We hebben ze echt heel erg goed gedaan. Al die vogels die je ook hoort. Met die meeuwen, met die kleine beestjes. Die je ook lijkt te horen. Dat overwhelmt me gewoon. Zo mooi. It's just nature. En die varkens zijn ook natuur, maar die gaan... Die wil ik wel. Ik heb namelijk gewoon meten nodig, uiteraard. Oké. Wij gaan door naar die jungle. Dat lijkt misschien wel handig. En daar zit dan... niet echt zo'n hele grote boom. En dat is een hele grote boom waar ik het trouwens over heb. Wat ik net zei. Dat is gewoon een soort... dat is eigenlijk zo'n hele grote rubberboom. De enige die, als het goed is, in de jungle bloeit. Oh, kopper! Ja, hier zie je, het is nog niet helemaal perfect. Oh shit. Oh, daar. Dan had ik wat hout proberen te minen. Nieuw ore miner. Oh yeah. Ik ga altijd proberen om al die achievements te krijgen. Hierin, in Tekkit en zo. Dus, gaat dan ook wel lukken. We hebben ons eerste ijzer. Ik heb nog geen kool. Ik kan maar niet erin gaan. Ik vind het nacht te worden. Wat? Ik vraag me alleen maar even af. Waar moet ik heen? Ik vraag me echt even keer af waar ik nu heen moet. Dat mag het, kan me nog niet zoveel schelen. Dat is niet echt extenig. Oh, die heb ik nodig. Of helemaal gaan farmen. Ik wil ervoor zorgen dat we bij een gebied komen waar heel veel rubber trees zijn. Want dat is iets wat we zeker nodig gaan hebben. Ik moet echt een keertje iets gaan eten. Ja, snow biome, wat heb ik daar... Zucht. Oké. Is daar misschien iets? Ik weet het niet helemaal zeker hoor. Oh. Ik had de pijltjes naar rechts ingedrukt gehouden. Per ongeluk. Wat zit hier? Oh.
Ik vraag hem echt af, want we moeten echt proberen om uit te komen bij Rubber Trees. En dat lijkt nu niet echt te lukken. Ik ga zo meteen mijn brightness wat omhoog pleuren. Gooien, sorry. Oh jee, eerste nacht al. Brightness. 50. Wat kan nu gewoon? Dat vind ik echt... Ah, ik vind het echt geweldig dat ik nu gewoon meer kan, meer mogelijkheden heb. Ook qua mods en zo. Oh! En ik zie daar een vulkaan. Ik neem er een paar blokken van mee. En de reden dat ik dat doe, ik kan deze toch condensen. En ik zou het misschien handig vinden om gewoon eventjes bij me te hebben. Ik kan ook mijn werk van condensen. Ja, dankjewel. Want het is redelijk mooi. Niet echt of we dat kunnen maken ofzo. Ik heb wel een idee van hoe ik een flik wil hebben. Hoe die van mij wil hebben in ieder geval. Oké. Maar goed, dus 3. Ja, 3. Mooi. Daarna! I'm going on an adventure! Oh! Geen deel heel even. Heel soms gebeurt het wel eens. Oh ja, ik kan niet meer even. Niet meer rennen. Is daar ook een vulkaan? Denk ik wel. Ja, moet daar wel. Ik heb een vulkaan. Gewoon zwaar vast. Zwaar vast. Geen pickaxe. Een zwaard. Gemaakt om te beschermen. Of een ander mij aan te vallen. Kan ook nog. Holy shit. Nou, ik kan niet rennen. Hè? Ik kill gewoon even een paar varkens. Ik ben ook al bijna van mijn etensvoorraad heen. Oh, hup, voilà. Die! Oh shit. Is er nog een biome die ik daar zoek? De jungle. Zoek, even kijken, van die speciale soort bomen. Nou, echt speciaal zijn ze niet, maar... Zo'n dingetje je in de normale Minecraft gewoon witches kan vinden. Die zitten hier natuurlijk niet in. Maar het is wel eentje om jullie te laten weten welke biome het is. Ik ken de naam niet op mijn hoofd. Dus ik ken op dit moment weet ik de naam niet, maar... Later heb ik echt weer zoiets van, dat ik dat nou was vergeten! Hier waren de skeleton nog redelijk makkelijk. Vind ik wel echt erg hartstikke awesome. Die zijn een beetje veranderd. Die gaan namelijk sneller schieten. Hoe meer schalen ze hebben, hoe sneller ze gaan schieten. En als je in het water zit en dan zo'n skeleton op het land is, dan ben je echt gewoon gescrewd. Of dan is het gewoon direct rechtsomkeerd maken. Anders dan overleef je het niet, hè? Wat is dat? Nee, dat is niet. Ah! Die! Even jungle waar ik het net op over had. Dang it. Ik wil niet in die jungle. Ik heb geen zin om dat te... Om dat rubber te gaan gebruiken.